Goedendag iedereen. Vandaag bespreken we met Orte de Poortere de tragische gebeurtenis waarbij een politieman om het leven kwam tijdens een aanslag in Schaarweek. Maar eerst zullen we met onze nationale voorzitter het hebben over het nieuwe migratieplan van het Vlaams Belang. Dag Tom. Dag Toffi. Afgelopen maandag werd een nieuw plan voorgesteld met 15 beleidspunten tegen de migratiecrisis. Je noemt het een open deur intrappen dat we te maken hebben met de migratiecrisis en asielcrisis. Wat betekent dat concreet? Wel, iedereen kan zien in de samenleving, of ik ben bezig met de cijfers, dat wij in een complete nieuwe asielcrisis zijn. De migratiecrisis is terug van eigenlijk nooit weg geweest. En als de cijfers zich zo verder zetten, dan gaan we de kaap van 36.000 asielaanvragen dit jaar vlotjes overschrijden eh, en het is vooral naar België, Nederland, Duitsland en Scandinavische landen dat die mensen naartoe gaan. Mevrouw de Moor heeft een, een heel opvallend brilmontuur, maar eh, ze is stekenblind dat ze allemaal naar hier komen, want ze vraagt zich af in de krenten ja, waarom zijn er maar 30 asielaanvragen per week in Portugal en duizend bij ons? Wel ja, dat heeft wel wat redenen. We hebben gekeken naar een, een, een meer bepaald land, Zweden, Waar een zusterpartij van onze de Zweden Democraten aan de macht zijn geraakt. Ze geven gedoogsteun aan die nieuwe uh, regering in Zweden. En welke maatregelen zij hebben voorgesteld? En we hebben vijftien uh, punten, 15 beleidsmaatregelen uit die Zweedse regeerverklaring gehaald, die direct toepasbaar zijn voor ons hier in België. Ik kan ze niet alle vijftien opzommen, daar hebben we jammer genoeg de tijd niet voor. Uh, maar ik kan er twee uitpikken. Het eerste is uh, gezinshereniging. Een gezinshereniging blijft het grootste migratiekanaal waar de meeste mensen naar ons land komen. Men spreekt allemaal over asiel, maar eh, als je kijkt naar gezinshereniging, ieder jaar meer dan 50.000, 55 55.000 mensen die via het kanaal gezinshereniging naar hier komen. En daar zijn er mogelijkheden om dat te verstrengen. Ik kan u de details besparen van het verschil tussen derde landers en Uniburgers en zo, maar u kunt dat veel strenger doen. Bijvoorbeeld, in Duitsland is de gezinshereniging veel strenger. En in België, zelfs Angela Merkel had door dat je dat kanaal moet toedoen. En nog een tweede ding, als u mij dat toestaat. Uh, uh, iets wat mensen niet weten, maar het is wel frappant. Iedere asielzoeker krijgt hier zakgeld, gratis geld. En dat loopt ieder jaar op, eh, 2020 6,7 miljoen, 2021 6,5 miljoen. En dit jaar gewoon een record verbreken en we zijn daar helemaal niet verplicht om zakgeld te geven. En een tweede punt eh, van het programma dat we hebben voorgesteld, letterlijk gehaald uit de Zweedse regeringsverklaring, is dat zakgeld voor asielzoekers, wat over het algemeen asielbedriegers zijn, gewoon weg afschaffen. Ja, het voorgestelde plan is, zoals je net aanhaalde, gebaseerd op het Zweedse beleid. Daarmee maak je ook ineens duidelijk dat het ja, zelf binnen de Europese richtlijnen effectief mogelijk is. Ja, het, eh, het zijn nieuwe standpunten van het Vlaams Belang. En Ze gaan soms zelfs minder ver dan onze standaardstandpunten. Omdat vaak zeggen de tegenstanders tegen ons Delfin: ja, maar Tom, wat je daarvoor stelt, dat mag niet van de Europese Unie. En wel, wij zijn eens gaan kijken wat zien Zweden doen binnen het kader. Van die Europese Unie. En toen dus hebben we vijftien voorstellen, vijftien uh, Zweedse recepten als het ware, uh, voorgesteld, voorgeschoteld aan de regering uh, de Kro. En uh, het, het principe dat we gehanteerd bij onze persvoorstelling en onze voorstellen is eigenlijk het, uh, het absolute minimum dat we moeten doen, het, nee, het, het meest strenge dat mogelijk is van de Europese Unie, dat is het minimum dat wij moeten doen hier in ons land. Ja, zeker. Tijdens de voorstelling van, van uw migratieplan werd er ook een ander voorstel van Grun voorgelegd, namelijk het verplichte spreidingsplan voor het opnemen van, van asielzoekers. Ik veronderstel dat dat niet een van de 15 punten is van het Vlaams Belang. Absoluut niet. De timing kon niet beter zijn. Zochten uh, stelde uh, Groen voor een verplicht spreidingsplan. Iedereen mag komen en we gaan het verdelen. En wij die zeggen: stop met te spreiden, stop met de, met de instroom. En ik denk dat dat eigenlijk het fundamenteel uh, verschil is tussen de twee visies in zaken migratie. Of het nu eigenlijk uh, de Morris of Sami Medi of Theo Frank of Maggie de Blok. Eigenlijk zit ze allemaal in hetzelfde bedje ziek, zoals Groen en Vooruit. Zij willen die migratiecrisis, die instroom, vooral die gelukzoekers. Beheren. Zij zien dat ze geen enkele impact hebben op de instroom. En wat hebben we hebben gezien in, in Zweden, en dat is waar het, waar het Vlaams Belang voor staat, dat zij geen beheerders willen zijn van die asielstroom, maar effectief die stroom willen indammen. En dat is het grote verschil tussen het Vlaams Belang en al die andere partijen. Wij willen die massamigratie, die asielinvasie, niet gewoon ondergaan. We willen die terugdringen. En daarom was dat plan dat we aan begin deze week hebben voorgesteld zo broodnoodzakelijk. Bedankt dan. Graag gedaan. Red Zwarte Piet, dat is de ondubbelzinnige boodschap van VBE-voorzitter en Vlaams parlementslid Philippe Brusselmans en Kamerfractieleider Barbara Pas tijdens de voorstelling van het gelijknamige kinderboek. Opdat onze tradities stand zouden mogen houden. Welkom op deze persvoorstelling in de stad Sint-Niklaas, waar we vandaag dit nieuwe kinderboek Red Zwarte Piet Voorstellen. En het doet mij een enorm plezier om jullie vandaag hier in de stad van de sint te mogen ontvangen te meer omdat men zelfs hier vaak vergeet wat de echte verhalen en tradities zijn die achter dit kinderfeest schuilen. Hoe ziek moet je eigenlijk zijn om in de figuur van zwarte Piet de alom door ieder kind geliefde superheld een symbool van racisme en onderdrukking te zien? En dat Zwarte Piet er als een karikatuur uitziet met zijn dikke rode lippen, ja, dat klopt. Maar welke mythische of mythologische figuur is er niet verworden tot een karikatuur? Ook Sinterklaas zelf met zijn eindeloos lange witte baard. Of neem zijn Amerikaanse broer Santa Claus met zijn veel te dikke buik. En toch, die toch ook gewoon verworden zijn tot karikaturale figuren. En daarom stelt het Vlaams Belang heel duidelijk: handen af van onze tradities. Laat onze kinderen ongestoord genieten van dit heerlijke kinderfeest waar wij ook zo van genoten. Tradities zijn er om te koesteren, niet om ze te vernietigen. En daarom ben ik ook zo blij met dit gloednieuwe kinderboek, Red Zwarte Piet van Wim van Gelewe. Opgeluisterd met mooie illustraties van mijn broer Frey, met maar liefst elf. Meeslepende verhaaltjes kunnen onze kinderen, jullie kleinkinderen, ons prachtig Sinterklaasfeest ontdekken zoals het hoort. Zonder censuur en met de enige echte zwarte piet. Ik wens u heel veel leesplezier. Mijn tweede gast voor vandaag is Ortwin de Poortere, Kamerlid en tevens ook voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken. Dag Ortwin. Dag Zerfin. Vorige week donderdag werden er twee politieagenten aangevallen met een mes, waarbij je zelf een van deze politieagenten het leven liet. Hoe is dit kunnen gebeuren en ook vooral waarom? Wel, um, het is inderdaad zo dat een, uh, een man morgen al uh, op een politiecommissariaat hier in Brussel. Uh, bedreigingen had geuit tegenover politiemensen en ook aankondigde dat hij een aanslag wou plegen tegen uh, de politieagenten. Um, hij heeft daarbij, um, spijtig genoeg, enkele uren later ook de daad bij het woord gevoegd. Hij heeft twee politieagenten die op patrouille waren in Brussel, hij heeft één agent daarvan uh, dodelijk uh, verwond, die is gestorven, een andere agent is zwaar gewond naar het ziekenhuis uh, afgevoerd. Ja, de man, de dader, heeft een crimineel verleden, heeft effectief ook in de gevangenis gezeten, is daar geradicaliseerd en zo ook op de OCAT-lijst gekomen en toch is dit kunnen gebeuren. Ja, um, dat is inderdaad uh, de hamvraag van, van gans de hele historie. Uh, de man in kwestie, Yassine Mahi. Um, is een, uh, iemand van Marokkaanse uh, afkomst, maar heeft wel uh, de dubbele nationaliteit. Um, had inderdaad al een crimineel verleden. Hij had gewelddadige overvallen gepleegd, is in de gevangenis terechtgekomen, heeft daar een sipier verwond trouwens. Uh, is daar inderdaad geradicaliseerd en is dan ook op de lijst gekomen van OCAT. Het is een lijst waar eigenlijk alle um, geradicaliseerde moslims op uh, terecht komen. Um, dan zou men toch wel de vraag mogen, mogen stellen als zo iemand. Uh, op een politiecommissariaat dan nog uh, bedreigingen uit aankondigt dat hij aanslagen zal plegen, dan zou men toch mogen verwachten dat het parket uh, die men verwittigd had, uh, dat die toch de nodige maatregelen zou nemen en dat zo iemand dan onmiddellijk wordt opgesloten. Dit is hier spijtig genoeg uh, niet gebeurd. Het had voorkomen kunnen worden, maar het parket laat volgens ons daar zeer grote steken vallen. Ja, tuurlijk, um, maar het blijkt wel dat de dader effectief werd opgenomen in het ziekenhuis, in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar daar is hij dan ja, zomaar kunnen vertrekken. Hoe komt dat dan? En wie moet volgens u dan de verantwoordelijkheid hiervoor dragen? Maar de eerste verantwoordelijkheid is eigenlijk het parket. Dus de man geeft bedreigingen uit, staat op een ook lijst Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat het parket eist dat deze man wordt opgesloten, ofwel uh, in een psychiatrische instelling, ofwel gewoon uh, in hechtenis wordt genomen. Dit is hier niet gebeurd. En dus dus geeft de politie uh, niets anders kunnen doen dan deze man laten gaan, heeft zij vrijwillig dan aangeboden in een psychiatrisch ziekenhuis, maar daar stopt eigenlijk het verhaal uh, voor de politie. Belangrijker in al dat alles is eigenlijk wel de politieke verantwoordelijkheid, want de politieke verantwoordelijken dat zijn de ministers, dat is minister Verlinden en minister Van Quickenborne. En daar is toch wel nog heel wat over uh, te zeggen. Uh, ik heb als voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken de commissie samengeroepen deze week, waar we beide ministers hebben uh, ondervraagd. En Het is eigenlijk hallucinant hoe vooral minister van Quickenborne en het parket de paraplu in de lucht steken en eigenlijk alle schuld van zich afwentelen. In een normaal land zou dat eigenlijk niet mogen gebeuren. Daarom dat wij ook het ontslag uh, geëist hebben van minister van Quickenborne, dat wij ook dat zullen blijven doen. Ja, bedankt, wel. Voor het Vlaams Belang is het dus duidelijk dat de minister van Justitie, Vincent van Quickenborn, hiervoor de verantwoordelijkheid moet dragen. De aanslag op 10 november was namelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Daarom heeft het Vlaams Belang dus ook een petitie gestart eh, op ontslagq.be en op die manier kan je ook mee druk uitoefenen. Dit is ook het eind van de aflevering en bedankt voor het kijken. Tot volgende week en reageer zeker op onze video.